tida mi breti falak. Sab sande, de yurupsa, den deipsa, den yaripsa, man noit mi no fargit den tu pramisi sa ube megja ina projek te ube ndu a roko fu a partei, fu a pasha partei. Oso ube go, e ube leg dem a uit fa wo tja ontwikkeling kong in Sofia projek. Ube tak nanga dem mang, na tusani bende central. A eerste saam bende, dat ap wa multifunctionele centrum. En ik kan zien, dames en heren, een multifunctionele centrum in Knapja en Tide, u allemaal als door in een zaal, voor tak abra a trapra misi, sa u met nanga den Smart Sofia project. Te u ben waka oso, u ben tak nanga den Smart abra den verschillende problemen sa den Smart be abi. Mevrouw Jorks waka nanga mi, meneer Mane waka nanga mi, wan bovo aantal jongeren waka nanga mi. En mo taigi, ik kan u meegeven, ik weet wat de problemen zijn van Sofia's Lust. Ik heb ze met mijn ogen gezien. En soms, je vier dat je nog op een kratie, je vier, je nog op een machtie voor los den zaal op. Maar een briebe in die gado dat u bent op wel. En tijden ik kan knapja en ik kan taigi a tweede promissie zou u bent met naar de smaak Sofia. A promissie al los af dankzij minister Misikaba. Dank u wel, minister. Fumi Ati, serieus, Fumi Ati. Me bedank aan minister. 9 jaar mido in het parlement. Ano 1 jaar, ano 2 jaar, 9 jaar mido in het parlement. 9 jaar mi kiza ondersteuning voor de Smart Sofia's Lust. Nooit kan ik ondankbaar zijn tegenover de mensen van Sofia's Lust. Nooit. 9 jaren tijdens alle begrotingsbehandelingen heb ik dit probleem aangehaald. En God zij dank is er een minister nu daar die het heeft begrepen. En die dat probleem voor ons allemaal zal oplossen, dames en heren. We hebben actie alle de actoren voor communiceren boena makandra met betrekking tot faa oso kambai, faa status de fu agrong. P.U. huisvest nu. Zeker ook toe de jongen. Nos groma. Voor opojusten ook toe. Voor sukuwaan. Oso. Waan dak boven je idee. Omdat dat het belangrijkste is. Een dak boven je hoofd is toch wel het allerbelangrijkste. Voor dat idee. Me waan tak aan ministerie. Voor zo saa voor Grand Tangi. Tak dis na eerste aanzet. Voor communiceren naar de gemeenschap voor Sofia's Lust, voor contact een oplossing in DC. President Bouterse, ik kwam politiek besluit, geruime tijd terug. En ik ben ook archibong, voor u kan verstaan, zei ik ook de jatide. Een politiek besluit bij de taki. In elk geval in 3 projecten. Salanti Abi. De Bogides, maar de Okasi Fukang. Bij de Ososa de Yuru. En de 3 projecten dat hij. Na Sofia's Lust. Helena Christina. Sofia's Lust ongeveer 95 Oso. Helena Christina ongeveer 11 Oso. En Coroni. De Oso voor Coroni. Dat na een politiek besluit zijn teki. Stikt in volkshuisvesting een boemvoermoro project. Maar ik vond dat concreet den 3 projecten is kari. En tide ude jazo. En we gaan ook naar Helena Christina. En we gaan ook naar Coroni. Dus daarmee is het begonnen. President vindt dat den gides maar de occasie voor beide osodis. En natuurlijk, aan de consoso en hierinkba, er is heel veel politieke strijd voor geleverd. En Masra Abdul Taking en Mikam Beaming, Mikam bij de wantermijn voor Masra Abdul in het parlement. Die Masra Abdul kon in het parlement in 2010, Mikam tak vanaf dag 1,
amang bespreek atori fu Sofias lus. En walis mi aksamanta kioma sana asansay abanga Sofias lus. Amantem tami me kwa politik asprak nang adensma. Dus de regering gaat me echt moeten helpen voor komi politieke belofte na. En inderdaad, bakadi atantaki attaki, uiteraard tra, membre voor een fractie ook te ondersteunen bij tijd en wijle. En besluit ik uiteindelijk dat ik oké, we honoreer sang Masra Abdul nang atrawang tjako na visi al die tijd. Dus daar is het mee begonnen. Morofara abung fu yulek bewoner fu Sofias lus en natuurlijk miki somen app nanga telefoontjes fu sma di wami besprekatori di sini parlement en mi denk tak fu sma yere sami be tak in parlement abratori di si wan vraag bestel abra de huurachterstanden en usap boom boom ook to sami piki tapatori dati ma mi wan meki i Lucas Andisso stichting volkshuisvesting Suriname na wan stichting di ebe e her oso en e gisra na mang okasi fukan yuru wan oso bika ano alas mama bay wan oso ano alas mama te kwa hypotheek ya bepaalde mense sang na yur do tan yur oso dat na alas if grontapu adeso en minanga yumu sorgu tak astekting di sa edu sobung roko kantana libi everyone fie verstang dat di if we ser ala de oso sa astekting abi onder beheer en hulle kan duka astekting op. Ja, dus daarom heb ik me hier met dat kring-kring dat ik besluit voor president na drie projecten. President, nog dat ik alle die projecten. Drie projecten bij naam. Heeft dat project ook laten, dat is des presidents. Ja? En natuurlijk voor de huurachterstanden en de technische, maar ook morgen vind ik dat ben dadelijk. Mino de voorstander voor scheld je een huurachterstand kwijt. En is dat bij mij nou asma, mij loop communiceer kring lang asma. En moet je ook te voorzijden. Omdat die één, le grand land u hebben taak voor jep u dat toch me kwa agrina nga makandra. Dat je kwa agrina. En ik denk dat no one smaja no mande on ins nga minanga dati. En wie abwa agri nga astekting tak je pay huur en u weet allemaal dat die voelukusan wan huur deti de dey. Dat eigenlijk kan huur zijn je paai is lang achterhaald. Maar natuurlijk, Grand-Lante kon je tegemoet. Maar je hebt ook zijn paai 150 SRD. Eigenlijk kan moro, je hebt ook zijn vrienden zorgen op. Pewa ma je paai 40 SRD. Ja, en natuurlijk nou een senior burger. Ik denk over de 80 jaar, dus hoe een moeilijke vrouw. Met kan paai 40 SRD. Ja, maar je begrijpt Lobby Wang. Dat die teef in pay 60 SRD huur per maand. 150 SRD. Dat in een payamoni, dat mi moest spreek je aan tapatori dat die. Dat mag luk makandra in uw ai. Dat we takatori eerlijk naga makandra, tak ma moeder. Je kira stichting. Want als stichting moest ko je ook to jub tjin dadelijk. Die ook to abwa huur osso van oudu. Als stichting moest je den trasma in akondre. Die ook to abwa huurhuis van oudu. Dus dat wie vindt vanuit een stichting dat een huurachterstand wat actie met die paaien, maar wat een regeling dat die en dat de technisch maar ook communiceert dadelijk met jou en natuurlijk ook zijn je feedback tapatori dat die, maar wie vindt wel dat die een achterstand moet paaien, want als een stichting de goed bij kas, dan kan die stichting blijven bouwen, kan die stichting blijven beheren en trust me ook natuurlijk van je vindt je 30 jaar terug, 20 jaar terug, zo trust me kan dan vind a yepi. Dus a pis dati, mi wanu ta ken krina nga makandra, isaba na sef mi konja aso, da me takwa antrasani, an politike redenen, nee, krin tori me tak nga yu,
amoni de fan noudu fu auroko fastek ten kango moro fara. Maar we begrijpen natuurlijk, je hebt trasmajazo, kan je sabo achterstand, kan je voor 20.000 SRD. Dan we begrijpen dat je, kan je nou maar payamoni in waanslag. En daarom maak je, we maken een regeling voor je campagne. Want trasan zei prede, dat je, den grong en den technisch massa verbeteren, mimi denk, ala den grong, in elk geval de meeste grong naar grong voor RGB. Naar domein grong. En dat betekent dus dat je, te je baya also agro anof je ete. Maar het proces ook toe worden ingezet tegelijkertijd naar Nassawi Edujazo voor en eigenlijk misschien minister van RGB een briefje omdat dat blijkt in de praktijk dat als het moeilijk te aspecten zeer want also het proces is de toemsil langer voor een groot schrift contact aaning voor een eigenaar voor also en misschien mijn collega een briefje en mijn tegen mijn geen een voorstel. Fou kan bo spoedig asan dati en mi aba bribita ka pistat o kombung waardoor bakate yu fen yu oso eigenlijk bijna simultaan di kan tak ook to agrong naf mi dus a pistat ook to na wasan sang upoti na ini werking. Mevrouw Buitenwijk, wat vond u van deze bijeenkomst? Heel goed, prima zo. Is goed voor ons hier op Sofia's Lust, want we hebben het echt nodig. Je hebt mensen die huur betalen. En ze hebben een heel goede regeling getroffen. Ik vind het heel prima. Lager kunnen ze niet gaan. Is de informatie die is verstrekt duidelijk? Heel duidelijk. Duidelijker kan het niet. En het was ook in Sranantong, toch? Dus dat vond ik prima. Meneer Kali, was deze bijeenkomst nodig voor de bewoners van Sofia's Lust? Het was nodig, ja. Mensen wonen hier jaren en ze wisten niet waar naartoe ze zijn. Dit is een kans voor de bewoners van de Sofia's Lust om de woning te kopen. En het is niet duur. Je betaalt je achterstand en 8.000 voor een woning is niets. Ik denk dat ze kunnen wel permitteren. Het is een kans en ze moeten aangrijpen gelijk. Bekend van deze regering. De huidige regering is altijd telkens als meneer Boutersen aan de macht is. Hij komt de minder bedeelden tegemoet. En dit is een tegemoetkoming. Want het sociaal pakket van deze partij, van deze regering, is heel belangrijk voor de mensen van Suriname. Voor mensen van Sofia's Lust, Xaba'olo, Hanna's Lust, Pontbuiten, Geersvleit, overal waar er volkswoningen zijn. Het is heel belangrijk. Mensen krijgen nu kans om dat huis te kopen. En neem jullie kans. Doe je best om dat huis te kopen.